In voor Vitesse. Cocu. Met het schot en die gaat binnen. Oh la 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 la. Met die linkerpoot iedereen van de bank bij Vitesse Arnhem. Wat een kogel. Men had die niet verwacht. Ook Predom niet. Ik zelfs niet. Pak die bal aan. En dan knal. En binnen. De stand wordt 2-2. Doelpuntenmaker nummer 15, Ewout Gouw. Lars ten Tijde, je allereerste wedstrijd voor Vitesse en in de eerste minuut zo'n mooi goal maken. Wat een mooie start. Ja, zeker. Het kon niet mooier wezen. Ik had zelf niet verwacht dat het zo goed zou gaan op het begin. Ja, dit zal hij zijn hele leven niet meer vergeten, denk ik. Geweldig. Je kreeg de bal aan de linkerkant van het veld en toen? Ja, ik dacht ik dribbel naar binnen, want ik zag daar de ruimte. En ik dacht niet nadenken, maar gewoon schieten. En ging binnenkant paal erin. Wat vond je van de wedstrijd? Nou, wat mij overheerst is de teleurstelling dat we het grootste gedeelte tegen 10 man gespeeld hebben. Dat vond ik jammer, omdat je wil oefenen. 45 minuten spelen die jongens, weliswaar onder hele warme omstandigheden. Maar dan wil je graag tegen 11 man spelen. En dat is het grootste gedeelte van de wedstrijd niet gebeurd, dus dat is jammer. De eerste trainingsweek zit erop. Waar heb je vooral de focus op gelegd? Niet geblesseerd raken. Elkaar wat leren kennen. En de conditie heel rustig en voorzichtig opbouwen.